ons zouden op internet gelezen hebben. Wie is zo eager om alle actualiteit van moment tot moment, van seconde tot seconde, om zich heen allemaal mee te krijgen? Als er ook maar iets in dit land wordt uitgezonden, is de antenne van ander die het opvangt. En hij gaf zichzelf al een knipoog en die denkt en zei tegen zichzelf zo, die heb ik mooi in mijn zak. En wat doelt hij dan op? Dan doelt hij erop dat de koningin die hier op 26 maart hier zo geweldig aanwezig was en waar ook heel Valkenburg, de regio en Limburg zich op een voortreffelijke manier ook heeft gepresenteerd en gestraald heeft. Toen was zij ook heel open voor al datgene dat hier gebeurde. Toen heeft ze ook jouw verdiensten gezien. En toen heeft zij de historische woorden ook gesproken. Het haakt mij om Lambert te roepen om van achter die huursoldaat naar voren te treden en om toe te treden tot een keurkorps lid in de orde van Oranje Nassau. Lambert, je bent een kanjer. Je hebt dit verdiend. En ik moet zeggen, toen ik hier kwam, denk ik, wie is die Lambert eigenlijk? Die is wat met die Tibetanen bezig. En is dat zo'n softie en is het dit en is het dat? Ik zou je zeggen, je hebt ze hier allemaal stil gekregen. We hebben heel veel bewondering voor ons. En al die ogen om je heen, die willen eigenlijk maar één ding. De armen om je heen slaan, je knuffel geven, zeggen chapeau, kan je, daar hebben ze het voor deden. Dat ik een activist mag onderscheiden. Ja, dan heb ik zelf aangemaakt, ik moet zeggen dat tegen deze beslissing ook beroep mogelijk is. Daar kun je beroep doen op de rechtswinkel en dan heb je daar een Lambert Geurten aan die je daarbij kan helpen. Hartstikke. Bedankt.